Welkom iedereen bij het allereerste webinar van ABB België. Mijn naam is Olivier van Pottenbergen en bij mij hier vandaag Steven van Deun, e-mobility leader voor België en Luxemburg binnen ABB. Steven, van harte welkom hier vandaag in de studio. We gaan het vandaag hebben over e-mobility en meer bepaald eigenlijk over de duurzame laadoplossingen en infrastructuur voor elektrisch vervoer. We gaan tal van topics vandaag ook aan bod brengen, onder andere de nieuwste innovaties wat betreft technologieën binnen EV gebeuren. Ook gaan wij, of trachten wij eigenlijk vragen te beantwoorden die nog steeds vakant zijn bij de aankoop en ook het gebruik van een elektrische wagen. Daarnaast ook welke techniek te gebruiken in welke situatie. En we gaan het uiteraard ook hebben over de laadcapaciteit en snelheid. Maar alvorens dat we dit kunnen doen, moeten we misschien best beginnen bij het begin. En dat zijn namelijk de ontwikkelingen als ook eigenlijk de wetgevingen in het landschap van e-mobility. Steven, kan je ons daar iets over vertellen? Jazeker. E-mobility of elektrische mobiliteit in het energielandschap is sterk aan het evolueren heden te dagen. De prognose voor 2030 zegt ons dat van de 6 miljoen auto's die vandaag op onze Belgische wegen rijden, dat er ongeveer 20% elektrisch zullen rijden in 2030. Ondertussen werkt de overheid natuurlijk om dit waar te maken aan verschillende voordelen om een elektrisch wagen of battery-electric vehicle aan te schaffen. Er is bijvoorbeeld geen BIV-belasting op inverkeerstelling in Vlaanderen voor een elektrisch voertuig, geen wegentax voor een elektrisch voertuig, 100% aftrekbaarheid van de kosten van het voertuig zelf, maar ook de laadinfrastructuur om dat voertuig te laden voor bedrijven. En 75% van de laadkosten die personen maken om een elektrisch voertuig te laden, zijn ook aftrekbaar. Als we kijken waarom we zouden gaan naar elektrische voertuigen. De brandstofkost voor een elektrisch voertuig te laten rijden is veel lager, omdat zo'n voertuig efficiënter is om brandstof om te zetten in nuttige kilometer. Als we kijken naar een verbrandingsvoertuig, als dat 100 eenheden energie in de tank krijgt, dan gaan daar 13%, dus 13 eenheden, gaan naar nuttige kilometer. Als we kijken naar een elektrisch voertuig, dan van die 100 eenheden gaan er 74 naar nuttige kilometer. Dus dat is substantieel meer. De evolutie naar groene wagens is al even aan de gang. Dus wij kennen allemaal benzine- en dieselwagens. Een aantal jaren, een vijftal jaar geleden, zijn daar hybride wagens bijgekomen. Dus plug-in hybride of niet plug-in hybride, maar wagens die zowel de traditionele brandstof, benzine of diesel en elektrische aandrijving bezitten. Recent ook CNG, dus samengedrukt natuurlijk gas, dus samengedrukt aardgas. Dat kennen we vooral van Colruyt Groep, de Dats 24 tankstations over heel België. De meeste daarvan zijn uitgerust met een CNG-pomp om dus op gas te kunnen rijden. Maar de evolutie is toch al een tijdje daar, naar waterstof en elektrische wagens. Waterstof zijn schaars op onze wegen, maar elektrische wagens zien we meer en meer verschijnen. En dan bedoelen we de battery-electrical vehicle, dus de 100% elektrisch aangedreven wagens en dus ook op te laden via elektriciteit. Dan die efficiëntie van die wagens, als we kijken naar alternatieve brandstoffen. Dus wat is daar de efficiëntie van? We zien daar biofuel, die wekt ongeveer een halve liter op per vierkante meter landoppervlak. En met die halve liter kunnen wij 7 kilometer rijden in een elektrisch voertuig. Hydrogen, dus waterstof. Als we kijken naar opwekking van elektriciteit door zonnepanelen, dat wekt ongeveer 105 kilowattuur op per vierkante meter landoppervlak. En in totaal gaan we dan na compressie, decompressie en behandeling van die waterstof naar 160 kilometer per vierkante meter land use. Als we diezelfde zonnepanelen elektriciteit laten opwekken en dat ook transporteren naar onze wagen, dan gaat van die 105 kilowattuur opgewekt op 1 vierkante meter land,
gaat ongeveer 80 kilometer in de wagen. Dus daarmee kunnen wij 380 kilometer per vierkante meter rijden. Ja, en als we dan kijken naar die ecologische footprint, als ook die efficiëntie van die elektrische wagens, en ook niet te vergeten ja, de opwarming van de aarde, dan is die elektrische wagen echt wel een win-win situatie voor ons allen. En laten we dat ook eventjes polsen aan onze kijkers door over te gaan naar onze allereerste poll. Die vraag is namelijk, overweegt u een battery EV? Dus een 100% elektrische wagen aan te kopen. Is dat A, nog niet mee bezig? B, ja, binnen 6 maanden. Of C, ja, binnen 1 jaar. Of tot slot D, ja, als mijn werkgever dit ter beschikking stelt. Ik ga dan nu even de poll openen en dan kan iedereen stemmen. In de tussentijd wens ik ook graag iedereen te melden dat, aangezien dit onze allereerste webinar is, dat ten alle tijde u vragen kan stellen en dit via de chatbox die ter beschikking is gesteld. We hebben enkele medewerkers die hierin alle vragen zullen beantwoorden en trachten ook meteen te beantwoorden. Indien dit niet lukt om meteen te beantwoorden, dan verzamelen wij alle vragen in één document. En dit document met alle vragen als ook de antwoorden zullen beschikbaar worden gesteld binnen de 48 uur. En het is misschien even tijd om onze poll te stoppen. Ja, en als we dan kijken naar die resultaten die we hier zien met de poll, dan zien we toch een zeer gevarieerd antwoord. Hè. Nu uiteraard, de aankoop van een elektrische wagen, ja, dat gebeurt niet op één dag. Daar vraagt wel iets meer tijd, uiteraard, om die beslissing te nemen. Maar je ziet, men is daarmee bezig. Nu, hoe staan wij daar algemeen eigenlijk in België voor wat betreft elektrische wagens? Ja, daar is ook een evolutie gaande natuurlijk. Zoals gezegd, de ambitie van meer dan 1 miljoen elektrische wagens op onze wegen te hebben tegen 2030. Wat wij zien is dat 2019, vergeleken met 2018, dat wij al een verhoging hadden van 55% meer elektrische wagens die in het verkeer gebracht zijn. De linkse grafiek, hier ziet u een voorspelling van International Energy Agency tot 2050 wat de evolutie zal zijn van elektrische wagens. 2030 zien we daar inderdaad ongeveer 21% van de fleet, dus de carfleet in België, die geëlektrificeerd wordt. En dus dat 55% van alle nieuwe wagens elektrisch zullen zijn tegen dan. De paarse kleur die u ziet zijn de wagens, de plug-in hybride wagens, dus de hybride wagens die ook ingeplucht kunnen worden. We zien daar een piek van het aantal plug-in hybrides in de eerste helft van 2030, die dan terug vermindert nadien. Want het leeuwendeel zal vanaf dan ingenomen worden door puur elektrische wagens. De grijze kleur zijn de bestelwagens. Dus we zien ook een verhoogde interesse van de bedrijven die de pakjes bij u thuis brengen en die van alles last mile rondbrengen, om ook hun bestelwagens te elektrificeren. Dus dat wordt ook een deel van de elektrische wagens. Maar het leeuwendeel is natuurlijk de blauwe kleur. Dat zijn onze personenwagens die, zoals gezegd, tegen 2030 20% van onze fleet zullen vertegenwoordigen. En dan klimmen naar een 100% penetratie in 2050. Dus een volledige base van 6 miljoen wagens die geëlektrificeerd wordt. Kijken we Bond Beter Leefmilieu, die elektrificatie ook goed opvolgt. En dan zien we in een persbericht van begin september dat er toen al 23.000 elektrische wagens waren op de Belgische wegen. En tegen het einde van het jaar zien wij daar toch dat wij gaan uitkomen boven de 30.000 stuks elektrisch. En dan zien we dus dat die exponentiële curve zich echt wel doorzet op de Belgische wegen qua elektrificatie van de wagen. Ja, ja. En als we dan kijken naar die evolutie uiteraard, hè, die groei in aantal wagens, dan vermoed ik toch ook dat we zullen moeten volgen wat betreft laadinfrastructuur en laadpalen. Inderdaad. Dus vandaag tanken wij onze wagens bij diesel- of benzinepompen. In de toekomst zullen wij die elektrische wagens moeten laden aan een laadpunt. Momenteel zegt Statista dat wij ongeveer 7500 van die laadpunten hebben
ter beschikking hebben in België. De blauwe zijn de traagladers op deze grafiek links. De zwarte zijn de snelladers. Andere bronnen zeggen dat er al 10.000 stuks aanwezig zijn. Het zal ergens in het midden liggen of tussen die twee. Maar de Vlaamse overheid, Lydia Peters, heeft in juli gezegd dat wij daar, dat Vlaanderen daarop wil inzetten om het aantal laadpalen te verhogen. Dus 30.000 bijkomende tegen 2025, 6.000 per jaar. Europa, de Europese Commissie, spoort ook alle landen aan om die laadinfrastructuur echt wel uit te bouwen in Europa. En de Europese Investeringsbank heeft ook een aantal investeringsprogramma's om landen te helpen om die laadinfrastructuur effectief in de landen te voorzien. Er zijn een heel aantal landen die ook wel deelnemen aan die investeringen. Een derde van die investering wordt dan gedragen door de investeringsbank en kan dan op termijn ook terugbetaald worden. Als we kijken naar wat groeipotentieel dat dan betekent voor vooral lokale werkgelegenheid en bedrijven in België om hier aan deel te nemen. 6 miljoen wagens, 1,2 miljoen tegen 2030. Deloitte studie in 2019 die zij gedaan hebben, duidt ook die 20% aan als... wij denken dat dat inderdaad een baseline is. Vooral de nieuwe regering en de aankondiging dat bedrijfswagens tegen 2026 CO2-neutraal moeten zijn, zal volgens ons deze cijfers omhoog drijven. Wat wij in Europa zien vanuit ABB, is dat er 3 traagladers, dus wisselstroomladers, nodig zijn per 2 wagens. Vooral in een initiële ramp-up zal dit nodig zijn. Later zal dit waarschijnlijk een beetje verminderen, omdat een tweede wagen heb je misschien geen tweede laadpunt nodig bij je thuis. En 1 snellader per 50 wagens. Als we dat vertalen dan naar de cijfers, dan zien wij dat over 10 jaar wij 1,8 miljoen traaglaadpunten nodig hebben in België en 24.000 snellaadpunten. Dat zijn er dan 180.000 per jaar traagladers en 2.400 per jaar snelladers. Dat zijn serieuze getallen die wij kunnen vertalen in cijfers, zowel productkost als installatiekost. Als we deze cijfers daarin vertalen, dan zien wij qua producten dat er ongeveer een markt zich ontwikkelt van 200 miljoen euro per jaar, met een installatiemarkt van 115 miljoen euro per jaar. Al die cijfers nemen de meerkost voor netverzwaring en slimme aansturing nog niet in rekening. Typisch zijn daar netaansluitingen die moeten verzwaard worden, transformatoren die eventueel bij moeten voorzien worden, beveiligingen die ook nodig zijn, additionele beveiligingen om die laadinfrastructuur te beveiligen, eventueel het voorzien van elektrische opslag in de vorm van stationaire batterijen voor netaansluitingen die niet groot genoeg zijn of binnen een bepaalde tijd zelfs niet kunnen verzwaard worden wegens logistiek of andere limitaties. Slimme aansturing van verschillende laadpunten die op eenzelfde locatie staan. We komen daar straks ook nog even op terug. En dan natuurlijk service en onderhoud. Al die dingen moeten onderhouden worden. En daar zijn natuurlijk lokale mensen nodig om ter plaatse te gaan eventueel. Om die installaties te onderhouden ook. Ja, dus ongetwijfeld ook extra werkgelegenheid. Mm-hmm. En misschien ook belangrijk om toch te vermelden, dat is dat de vermelde prijzen zijn uiteraard, of de kosten, zijn de gemiddelde waarden. Het uiteindelijk project kan meer of minder uiteraard afhankelijk van de situatie. En niet te vergeten, de investeringen die worden gemaakt, worden ook gepaard eigenlijk met een groener wagenpark dat je ter beschikking hebt. Uiteraard fiscale voordelen en ook een heel wat besparing op brandstofverbruik. En als we kijken naar de evolutie die de e-mobility-markt dan heeft ingenomen, dan lijkt het mij ook meer dan logisch dat er heel wat technologische ontwikkelingen zijn om dit allemaal de baas te kunnen. Wat kan je ons hierover vertellen, Steven? Dus qua technologische ontwikkelingen zien wij vooral, en dan beginnen we natuurlijk met de wagen zelf, tot een kantelpunt een 2-3 jaren geleden, zagen wij de meeste elektrische wagens uitgevoerd met batterijen tot maximum 40 kWh capaciteit, wat overeenkwam met een 150, 200 kilometer rijkwijde. En dan had je echt de schrik wel van de mensen, van, ga ik wel op mijn bestemming geraken met mijn elektrische wagen? Dus dan was er toch wel wat aarzel om daarin deel te nemen. Ondertussen zien wij de meeste merken
echt wel investeren om grotere batterijen toe te voegen aan hun wagens. Nou, Tesla is daar ongetwijfeld de voortrekker in om het bereik van die wagens toch naar hogere niveaus te brengen. Wij zien wagens verschijnen met 60, 70, 80 kilowattuur capaciteit. Dus dat wordt 400, 500 kilometer. Zoals gezegd, Tesla zit op boven de 500 kilometer. De laatste toevoeging naar Porsche Taycan met een 95 kilowattuur batterij. Die toch boven de 500 kilometer rijkwijde uitgaan. Dus steeds grotere actieradius inderdaad. Tesla met hun SUV-model gaat daar zelfs naar 750. En de nieuwe batterijontwikkelingen die aangekondigd zijn door Tesla voorspelt zelfs meer dan 1000 kilometer, wat zeker in lijn komt met de actieradius die wij vandaag hebben met een brandstofwagen. Dus hier zie je ook dat de middenklassers, de huidige middenklassers, toch elektrische middenklassers dan op een bereik komen van 250, 300 kilometer. Terwijl we als Belg ongeveer 40 kilometer woon-werkverkeer of andere kilometer per dag rijden gemiddeld. Dus die angst om niet op onze bestemming te komen, die wordt door de evoluties in de wagen zelf meer en meer weggenomen. Dus wij zien ook dat daar meer en meer mensen ook geïnteresseerd zijn om hierin te investeren. En dus een elektrische wagen, een groene elektrische wagen aan te schaffen in de toekomst. Ja, ja, ja. En het is dus duidelijk dat ABB daar ook alle laadoplossingen heeft voor de huidige wagens, maar ook voor de wagens van de toekomst uiteraard die komen. Geldt dit eigenlijk ook voor publieke transportgelegenheden? En dan denk ik bijvoorbeeld aan bussen. Inderdaad, als we naar publiek transport kijken, dan is ABB ook een van de partijen die zeker busvervoer en ook elektrisch truckvervoer nauw bestudeert. Qua bussen hebben wij projecten met de meeste publieke transportbedrijven in België. De Lijn is daar een voorbeeld van. Hebben wij pilootprojecten in Leuven, Antwerpen en Gent. Leuven is begin september geïnaugureerd met de eerste elektrische lijnen. Antwerpen en Gent gaan daarin volgen. In Namen en Charleroi zijn we al iets langer aan de gang met TIC in Wallonië. Hebben we ondertussen al 100 elektrische bussen rijden. En Ville de Luxembourg. Luxemburg was een van de eerste projecten van binnen ABB om bussen te elektrificeren. En is nog altijd een van onze pronkpaardjes binnen ABB. En wereldwijd. Duidelijk, dus ook voor die publieke transport mogelijkheden hebben jullie ook de nodige laadoplossingen. Misschien nemen we ook gewoon eens een kijkje naar die complete laadoplossingen die ABB ter beschikking heeft. Daar gaan we zo meteen naar kijken, waarin ook het tech-project, het prachtige tech-project in Namen en Charleroi aan bod zal komen, wat Steven zo net heeft vermeld. En dit alles is uiteraard gerealiseerd door ABB.
elektrische wagen, bussen of trucks, allen vragen ze uiteraard een andere techniek om op te laden. En daar gaan we zo meteen ook even verder op in. Want iedere techniek gaat uiteraard tezamen met een andere snelheid of capaciteit waarmee we kunnen aan het werk gaan. Maar voordat we dat doen, opnieuw een nieuwe poll voor jullie allemaal. Dus we zijn benieuwd hoe jullie uiteraard over het laden denken. En hierbij willen wij ook even een kleine test houden voor onze kijkers uiteraard. En die vraag luidt als volgt. Hoe lang duurt volgens u gemiddeld het laden van een elektrische middenklasser? Dus een wagen is dat die ongeveer een rijbereik heeft van 250 kilometer. Is dat A, 24 uur, B, 8 uur, C, 1 uur of D, 10 minuten? Ik ga dan nu eventjes de poll openen en dan kan u beginnen met stemmen. Ja, Steven, we gaan nu zien uiteraard wie een beetje ons aandachtig heeft geluisterd naar onze presentatie, want dat kwam er net aan bod natuurlijk, dat er heel wat evolutie is op het gebied van de wagens. We zien ook al dat de bussen uiteraard ook al volop daarop instellen. En ik denk dat het nog later duidelijk zal worden in deze presentatie, dat er ook nog heel wat andere transportmogelijkheden eigenlijk ook beginnen te investeren op het elektrische laden. En we zien hier ondertussen toch wel de reacties binnenstromen eigenlijk. En de poll gaat een beetje alle kanten op. Het is natuurlijk ook een beetje een strikvraag. Hè? Dat mogen we wel stellen. Ik ga dan ook eventjes de poll beëindigen. Ik zie dat bijna iedereen heeft gestemd. Dus die ga ik nu eventjes beëindigen dan. Voilà. Dus we zien hier een variatie opnieuw aan antwoorden. Maar er is eigenlijk geen eenduidig antwoord. Hè? Want uiteraard, het is afhankelijk van de laadcapaciteit. Mm-hmm. Hoe snel kan een wagen opladen of niet? En dat is van de wagen uiteindelijk afhankelijk. Dus hier zijn meerdere antwoorden mogelijk, ook afhankelijk van de locatie. Dus het wordt misschien eens tijd om te kijken naar natuurlijk de laadstations en dergelijke, het hele gamma. En dan komen we misschien op de allereerste vraag uit van heel wat kijkers uiteraard. Waarom heb ik nu precies een laadstation nodig? Want het moet gezegd worden, er bestaan uiteraard gewone laadkabels die je kan inpluggen eigenlijk in een gewoon stopcontact. Dus een regulier stopcontact bij u thuis. Maar toch wordt dat een beetje afgeraden. Althans, wij raden dat ten zeerste af, ABB. Waarom? Wel, in eerste instantie heeft dat te maken met veiligheid. De bekabeling die ligt in uw woning, bij uw thuis, is namelijk niet voorzien om continu die grote hoeveelheden stromen aan te kunnen die uiteindelijk een elektrische wagen vraagt. Of er moet speciale bekabeling voor liggen. Ook naar veiligheid eigenlijk om het loskoppelen van kabels onder stroom. Hè? Een belangrijk aspect. Ook de snelheid kwam er net al een beetje aan bod. Er zijn meer opties uiteraard mogelijk in verband met de snelheid van het laden. Bij een laadstation gaan wij de maximale energie benutten die ter beschikking is. En zal dus de snelheid waarin jouw wagen wordt opgeladen veel sneller zijn. En dus een kortere laadtijd. Uiteraard mogen we niet vergeten dat iedere wagenconstructeur heeft een beetje ook zijn eigen installatievoorschriften. Maar daarnaast is uiteraard ook het array die daar is, die de nodige wetgeving uiteraard heeft wat betreft de installatie voor laadstations. We spreken over een thuisapplicatie bijvoorbeeld, maar meer en meer zal dit ook evolueren naar een business case. Zullen we ook zien, openbaar vervoer zien we al, maar ook bedrijven, ik denk aan fleet dat erbij komt. En dan zal het belang van load management, dus verdeling van al die capaciteit, heel belangrijk worden. En tot slot, wat meer en meer uiteraard, is comfort, de mogelijkheid om alles remote op te volgen of via je mobiele applicatie en dergelijke, wordt super belangrijk. Dan komen we uiteindelijk ook bij het overzicht van de laadstations. Mm-hmm. Steven, wat kan je daarover vertellen? Ja, we hebben een aantal verschillende mogelijkheden van laadstations. U ziet ze hier allemaal uitgebeeld. En eigenlijk zijn die gebonden aan hoe lang een wagen ter plaatse blijft. We zien helemaal links AD Destination laders. Dat zijn eigenlijk de laders die via wisselstroom laden. En die kunnen wagens opladen als wagens daar ter plekke blijven tussen de 4 en de 16 uur.
Typisch zijn dat degenen die thuis gezet worden, dus typisch AC-laadstation dat je thuis, maar kan ook op een bedrijfsterrein of zelfs op een parking van een winkelcentrum bijvoorbeeld AC-laders uitgevoerd worden. Een tweede optie is DC Destination. En daar zien we voor stationaire toepassingen tussen de 1 en de 3 uur een lader die tot 25 kilowatt kan laden op gelijkspanning, dus gelijkstroomladen. En dat is ook een iets dat typisch tegen de muur bevestigd wordt, die wallbox. En die is ongeveer zo groot als een A2. Dus dat zijn 4 A4'tjes naast en onder elkaar. Dus dat is die DC Destination tot 25 kilowatt. En dan de volgende evolutie is eigenlijk het snelladen via een gelijkstroom. En dat zijn de typische cabinets die je ziet naast de autostradestandaard tegenwoordig al wel wat opgesteld. En die kunnen tot 180 kilowatt vandaag laden. Dus 50, 180. De meeste die er nu staan zijn 50 kilowatt. En dan kan je auto's laden tussen de 20 en de 90 minuten, dus anderhalf uurtje, tot 100% opladen. En dan hebben we de zeer hoge vermogenladers die boven de 150 kilowatt gaan. Dus we hebben een lader tegenwoordig die tot 350 kilowatt kan laden. En typisch wordt daar ook het deel dat de wisselspanning omzet in gelijkspanning, gescheiden van het deel waar de kabel uitkomt en waar je hem inplucht in je lader. Typisch ook als je naar 350 kilowatt gaat, heb je gekoelde kabels nodig, want als je die niet zou koelen, dan wordt de kopersectie zo dik dat je die eigenlijk niet meer kan manipuleren en eigenlijk het stopcontact niet in je wagen krijgt. Vandaar dat die kabels dan watergekoeld zijn. En dan kan je inderdaad je wagen, dan kan je een rijkwijde van 500 kilometer op 10, 12 minuten in je auto steken. Dus de tijd van een koffietje te drinken is je wagen terug vol. Ja, mooi, prachtig. Ja, en we zien ook die evolutie tussen AC en DC. Als we kijken, ja, tot 16 uur wat betreft AC laden, behoorlijk wat tijd. Tijd die toch kostbaar is tegenwoordig. En dan zien we bij DC dat dat veel sneller kan. Dus er is een enorm verschil tussen laadcapaciteit, tussen AC en DC. En bij gevolg ook natuurlijk de tijd die nodig is om een wagen op te laden. Ja, we gaan eventjes kijken ook wat dat verschil concreet is tussen AC en DC. En dit aan de hand van een eenvoudige werkingsoverzicht eigenlijk. Als we kijken namelijk, dames en heren, naar deze figuur, dan zie je aan de linkerzijde een AC-laadstation. Wat is daar heel belangrijk bij het AC-laadstation? Zal gewoon het laadstation ervoor zorgen, naast de veiligheid, communicatie en dergelijke, dat de maximaal energie wordt aangeleverd. Maar het is de wagen zelf die een onboard omvormer heeft, die de wisselstroom zal omzetten in gelijkstroom. En het is uiteindelijk gelijkstroom die de batterij zal opladen. Als we dan kijken naar de rechterzijde, dan zien we dat we daar een DC-laadstation hebben. Dus die gebeurt, de omvorming eigenlijk van AC naar DC, gebeurt meteen in het laadstation. Dus we zijn niet meer afhankelijk van de wagen om op te laden, maar effectief van de laadcapaciteit van het laadstation. Wat resulteert uiteraard in een veel hogere capaciteit en uiteraard een gewin wat snelheid en tijd uiteraard. Maar wat betekent dit nu concreet eigenlijk voor de gebruiker? Ja, we hebben een overzicht gemaakt van een aantal wagens die momenteel toch wel uitgehold worden hier of verkocht worden op de Belgische markt. En wij zien in de evolutie dat 22 kilowatt AC laden, dus wisselstroomladen, nauwelijks nog gangbaar is. Autoconstructeurs hebben de beslissing genomen om eigenlijk die omvormers niet te groot uit te voeren, want als je die groot uitvoert, dan betekent die ook wel een serieuze kost. En dus wordt die kost toegevoegd aan de wagen. Maar autoconstructeurs opteren ervoor om de zware laadcapaciteit om een auto snel te laden beschikbaar te maken buiten de wagen, zodat dat meerdere wagens daarvan kunnen profiteren en niet enkel de wagen die rondrijdt. En dus hebben we een aantal modellen met de capaciteiten om AC te laden. U ziet daar Jaguar en Opel kunnen laden aan 7,4 kilowatt. De andere drie, Tesla, 3, Audi en Kia, aan 11 kilowatt. DC daarentegen kunnen die wagens veel sneller vermogen opnemen. Maar die verschillen ook per wagen. Dus per wagen is er ook een
verschillende mogelijkheden om de DC-vermogen op te nemen naar de batterij toe. Een van de winnaars daar is Tesla, zoals u ziet, 170 kilowatt, niet te versnellen vermogen. Opel Ampera, ook al een iets ouder type, kan daar DC laden aan 46 kilowatt. Natuurlijk, als er ergens een laadpaal staat van typisch 50 kilowatt heden ten dagen, dan nog zijn de verschillende autotypes ook, hebben die ook een verschillende capaciteit om een aantal kilometer in de tank te voorzien per uur. Dus het is niet enkel het AC, DC of het laadstation dat bepaalt hoeveel kilometer je in je batterij kan voorzien per uur. Maar het is ook de auto zelf. Dus u ziet hier Tesla 3 aan een DC-laadstation van 50 kilowatt. Als je daar een uur de kabel aanhangt, dan kan je 315 kilometer op dat uur in je batterij voorzien. Dus nuttige kilometer. Doe je dat met een Jaguar I-Pace, dan kan je 205 kilometer tanken per uur. Dus een heel grote verschil tussen de autoconstructeurs en dan in het verschil AC en DC. Ja, en ja, er is ook een uitgebreid gamma uiteraard aan laadstations, AC, DC, maar ja, we hebben uiteraard ook variatie op gebied van laadstekkers. Mm-hmm. En daar komen we nu dan ook eventjes bij. Zoals u kan zien zijn daar momenteel vier stekkers in omloop. We hebben onder andere de Yazaki-stekker. Dit is van origine Japans en is een beetje in Azië verspreid en een heel klein beetje in Europa. Is vooral gericht op ook de Japanse wagens en dergelijke. Zoals bijvoorbeeld een Nissan Leaf, een Kia Soul en dergelijke. Is ook enkel en alleen monofasig. Dan zien we vooral in Europa een tweede, voornamelijk heel grote speler. En dat is namelijk de Menneke-stekker. Die zowel monofasig als driefasig kan opladen. De laadstromen zijn daar ook al iets hoger. En die zijn eigenlijk voor alle elektrische wagens, ongeacht de origine. Als we dan kijken, toch omdat we het er net hadden over die DC-laadstations, dan is het ook belangrijk dat we even kijken naar die stekkers die beschikbaar zijn voor DC-laadcapaciteiten. Dan zien we opnieuw een Japanse speler die op de markt is gekomen. Dat is de Shalimo stekker. Opnieuw is dat voor de Japanse merken qua origine, is een beetje verspreid opnieuw in Azië. In Europa merken we daarentegen een heel andere speler die momenteel toch wel een beetje de standaard aan het worden is naar de toekomst toe. Dat is een CCS combo stekker. Opnieuw voor alle elektrische wagen. Uiteraard zijn die toepasbaar. En het is ook misschien wel belangrijk te vermelden dat de laadoplossingen die ABB heeft, die worden uiteraard uitgerust steeds met alle mogelijke stekkers die van toepassing zijn. Dus als we zouden kijken naar een DC-laadstation, dan wordt dit uitgerust met een CCS-combo-stekker, maar ook met de Gadimo-stekker. Inderdaad. En dat brengt ons een beetje naar het volgende. We hebben de hardware gehad, maar ja, het volgende wat natuurlijk belangrijk wordt, meer en meer, is connectiviteit. Dus de software eigenlijk, de connectie die gemaakt wordt tussen alle elementen wat betreft slim laden. En ja, slim laden is een heel breed begrip. Maar ik denk dat wij allen wel geïnteresseerd zijn hoe onze kijkers daarover denken. En wat zij eigenlijk denken van slim laden. En dat is meteen ook eigenlijk onze volgende polvraag. Wat verstaat u onder slim laden? Ook wel smart charging in het Engels. Daar zijn opnieuw meerdere opties. Hoe zou het anders zijn? Als u denkt dat meerdere wagens tegelijkertijd kunnen opgeladen worden. B. Als slimladen eigenlijk ervoor zorgt dat er niet boven het aansluitvermogen uitkomen van het gebouw. C. Als we gaan laden wanneer de energieprijs laag is. Of tenslotte D. Laden via duurzame energieopwekking. En dan denken we uiteraard aan zonne- of windenergie of biomassa. Het is toch weer een interessante vraag. En ik ga uiteraard eerst even de poll opstarten, dat iedereen uitgebreid kan stemmen. Hè. Heel belangrijk, opnieuw. Hopelijk gaan jullie even massaal eigenlijk stemmen zoals voorheen. Steven, ja, je ziet die opties eigenlijk, die worden aangeboden. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat iedereen gaat reageren, want ja,
slim laden is niet voor iedereen hetzelfde, uiteraard. En we stellen daar andere prioriteiten in. Nogmaals, ook dan als je kijkt, thuisladen. Ik kan ook verwachten dat iemand die een leasemaatschappij heeft, of een bedrijf, dat die andere prioriteiten zal stellen en iets anders zal verwachten wat betreft slim laden. En kijk, ja, we zien dat toch ook weer verschijnen, hè, in de resultaten. We zijn bijna rond, dus ik geef jullie nog even enkele seconden om te stemmen. En dan ga ik onherroepelijk de poll afsluiten. Voilà, en daar zijn we misschien toegekomen dat ik de poll ga stopzetten. En ja, kijk, dan zien we die resultaten. Nogmaals, was al een beetje te verwachten. Heel gevarieerde antwoorden. Omdat we ook met een gevarieerd publiek zitten, uiteraard, vandaag. We zitten niet alleen met installateurs. We zitten ook met effectief bedrijven, leasemaatschappijen ook en dergelijke. En die hebben daar uiteraard een heel andere visie en mening over. En ja, het wordt misschien eens tijd dat we gaan kijken wat slim houden, slim laden inhoudt eigenlijk voor ABB. En laten we misschien beginnen toch met, ja, het meest bekende eigenlijk, met de thuissituatie. Ja, dat is een aantal voorbeelden die we hier aanladen wat slim laden kan zijn. Een drietal. We beginnen met inderdaad de huissituatie, waar meestal een wisselstroomlader aanwezig is als er een elektrisch voertuig ook aanwezig is. Dus een laadpunt, een wisselstroomlaadpunt thuis. En dat wordt geacht van het vermogen aan te passen aan andere apparaten in huis. En dat kan via een slimme meter. Een slimme meter die meet hoeveel vermogen er het huis binnenkomt, hoeveel vermogen door het huis zelf verbruikt wordt en dus ook hoeveel vermogen er eventueel nog beschikbaar is voor de lader. En de lader wordt geacht van zijn vermogen aan te passen aan de prioritaire lasten of het vermogen dat door het huis ook wordt verbruikt. Hiervoor hebben we geen aansluiting effectief nodig met een cloud systeem. Dat kan allemaal lokaal ingesteld worden en ook lokaal werken. En voorkomt eigenlijk dat jouw automaat thuis van de netaansluiting zegt van nu is er te veel vermogen en ik schakel alles af. Dus don't blow the fuse is hier eigenlijk het objectief om mensen toch nog vermogen te, terwijl ze laden, in huis ook nog te laten werken. Ja, want dat willen we uiteraard vermijden, ja, dat de zekering zou springen. En we zien dat nu gebeuren, en dus met meer en meer elektrische wagens is dat zeker in sommige gevallen een probleem dat we moeten oplossen. Ook om de gebruikservaring natuurlijk zo optimaal mogelijk te houden. Een tweede case is eigenlijk de plaats of een locatie waar meerdere laders aanwezig zijn achter één enkele elektriciteitsaansluiting. En daar hebben we eigenlijk, moeten we een aantal dingen combineren. Dus daar worden prioriteiten belangrijk. Wie of welk laadpunt mag er eerst laden of welk voertuig krijgt er prioriteit? Je zou eventueel gelijk kunnen verdelen over alle laadpunten. Of zeggen van degene die eerst ingeplucht is, ga ik ook eerst bedienen en dan pas de volgende. Al deze laders kunnen dan ook beheerd worden door één slimme meter. Dat kan de meter van een distribution netbeheerder zijn. Dat kan ook een externe meter zijn die op het begin van het gebouw gezet wordt. Maar dezelfde problematiek speelt daar. Er is een bepaald vermogen beschikbaar aan de inkom van het gebouw. En bepaalde dingen binnen het gebouw zijn de HVAC of andere, een keuken bijvoorbeeld in een bedrijfsgebouw, hebben een bepaald vermogen nodig. En de rest van het aansluitvermogen kan dan verbruikt worden eventueel door wagens. En laders met een hoge prioriteit kunnen dan ook ingezet worden in een voorrangs. Meestal is hier wel een cloud connectie ter beschikking of nodig, zodanig dat die inrichting of het beheer van die laadsessies kan uitgevoerd worden volgens de noden van de gebruikers die energie nodig hebben in hun wagen. Als we dan naar een derde voorbeeld gaan, is eigenlijk een eerder geautomatiseerde oplossing. En ABB heeft in ons productgamma de oplossing voorradig om een heel aantal laders met andere externe factoren te kunnen combineren om tot een geoptimaliseerde laadinfrastructuur te komen. En daar wordt dan de gridconnectie meegenomen, eventueel de aanwezigheid van zonnepanelen of windmolens of andere generatie van hernieuwbare energie op de site.
De planning van het verbruik van eventueel een fabriek of een commercieel gebouw. Het kan ook planning zijn van typisch op busdepots. Wanneer komen bussen aan? Wanneer zijn bussen aanwezig en wanneer niet? Hoeveel hebben zij nodig om hun volgende rit te kunnen volbrengen? De energiemarkt speelt daar ook, variabele tarieven. Dus op de energiemarkt geldt een spotprijs. Dat is een onmiddellijke prijs die nu geldt en die kan binnen een minuut anders zijn. Kwartuurprijzen zijn er, dagprijzen of dagcontracten, dus die kunnen ook allemaal geoptimaliseerd worden. Eventueel een batterij, een stationaire batterij die ter plaatse ter beschikking is om de kleinere netaansluitingen ook te kunnen bedienen, of de laadpunten achter een kleinere netaansluiting ook te kunnen bedienen met een bepaald vermogen. Of een controlekamer die inzicht moet krijgen in al die energiestromen. Dus ABB levert ook voor deze complexe situaties een volledig palet aan oplossingen om dit optimaal te kunnen doen. Ja, we kunnen het zien ook op die slide. Er zijn heel wat inputs die natuurlijk worden uitgestuurd en die verzameld worden in cloudwerking. Maar dan verwacht ik toch ook dat die connectiviteit wel een heel belangrijk punt gaat worden wat betreft die laadpalen. En kan je daar iets meer over vertellen? Inderdaad, dus al onze laadpalen, al onze snellaadpalen zijn verbonden met een cloudsysteem. En dat maakt het heel gemakkelijk om al die laadpalen te monitoren, te bedienen. Ook het afhandelen van betalingen en inkomstenstromen voor de mensen die hier een business case rond ontwikkelen zijn natuurlijk belangrijk. Er kunnen lokaal problemen zijn, dus een connectie naar die laadpalen om voertuigrijders te helpen om juist te laden of problemen te kunnen oplossen. En wij zien dat 75% van de problemen die zich stellen met eindgebruikers aan die laadpaal effectief van op afstand kunnen opgelost worden. En dat is voor de 18.000 snelladers die wij in de wereld hebben staan. Dus dat is wel statistisch relevant. En vandaar kunnen wij ook beloven dat onze laadpalen ter beschikking zijn van eindgebruikers om te kunnen laden. En wij zien dat wij daar met 99,5% vrij hoog scoren. Dus dat is wel het succes van de connectiviteit zit uitzicht in de beschikbaarheid. Ja, en je haalt daar ook een heel belangrijk punt aan eigenlijk, het financiële, het afhandelen van inkomstenstromen en dergelijke. Ja, als we zien die combinatie tussen zowel privé als uiteraard corporate related leasemaatschappijen, dan wordt uiteraard die facturatie, eventueel die betaling en dergelijke, wel heel belangrijk. Dat kan uiteraard altijd in eigen beheer, maar kan ook probleemloos via een third party verlopen. En dit zowel voor de huidige wagens als de nieuwe wagens, daar zijn genoeg softwareoplossingen uiteraard voor. Dus geen enkele schrik voor al die bedrijven of leasemaatschappijen. Mm-hmm. Nu, visueel, hoe uitzicht dat een beetje? Want heel die datastroom, heel die connectiviteit, al die gegevens worden verzameld. Hebben wij ook iets ter beschikking voor de gebruiker? Inderdaad. Dus voor gebruikers, voor een eindgebruiker, maar ook voor andere gebruikers van die oplossing zijn er oplossingen ter beschikking op een webportal. Ook met de nodige connectiviteit naar die weboplossing. Dat werkt dan via API's. Een manier om bepaalde cloudsystemen te interfacen met elkaar. En daar zijn oplossingen ter beschikking voor de beheerders van de laadpalen. Dat kan, zoals u zei, Olivier, in eigen beheer, maar je kan dat ook uitgeven aan een derde partij. De gebruikers zelf van die laadpalen die aan een gebouw geïnstalleerd zijn bijvoorbeeld. Of onderhoudsbedrijven die aangesproken worden om het onderhoud te komen doen op die laadpalen. En er kunnen diverse actoren zijn die nood hebben aan bepaalde informatie die gegenereerd wordt door zo'n laadpaal. En daar kan heel flexibel mee omgegaan worden om bepaalde informatie ter beschikking te stellen van bepaalde, of enkel van bepaalde partijen, zodanig dat zij hun business natuurlijk kunnen waarmaken in deze laadinfrastructuur. Ja, dus ongetwijfeld een belangrijke software tool voor zowel de chauffeur, de leadsmaatschappijen, de bedrijven, eigenlijk voor iedereen die daarmee in aanraking komt. En dat gaan we ook zeker onthouden. En dat brengt ons misschien eigenlijk na alle hardware en na alle software, ja, we zien de evoluties, die hebben we al gezien, maar concreet, waar kunnen wij verwachten te staan binnen 10 jaar? Dus als we eventjes zouden kijken naar 2030, hoe ziet het mobiliteitslandschap er dan uit eigenlijk? Ja, laten we kijken, 2030, naar een
typische stad met 250.000 inwoners, excuseer. Dat is de grootte van Luik bijvoorbeeld, of half Antwerpen. Daar rijden momenteel een 200-tal bussen rond, die zo allemaal geëlektrificeerd zijn. Die doen ongeveer 15 miljoen kilometer per jaar in die stad. Daar rijden momenteel ook een 150.000 voertuigen rond. 20% daarvan geëlektrificeerd. Dat zijn 30.000 elektrische voertuigen. Dat kunnen privévoertuigen zijn, maar meer en meer zien we ook een evolutie naar deelvoertuigen, zeker in stedelijke omgevingen. Dus een aantal van die voertuigen die nu privé zijn, zullen ook naar een deelvoertuig gaan. En wij zien toch dat de meeste van die deelvoertuigen ook elektrisch worden nu. Samen, die batterijen samen in die stad, vertegenwoordigen eigenlijk een capaciteit van 1700 megawattuur. Dat is eigenlijk een duizelingwekkend cijfer. Absoluut. Als die aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, dan wordt dat natuurlijk een serieuze capaciteit waarmee we het lokale energienet ook mee gaan kunnen balanceren, bedoelende als er energie te veel is, die opslaan in die batterijen die ter beschikking zijn. Als er energie te weinig is, de stroom van de batterijen te voorzien naar de lokale omgeving, dus die batterijcapaciteit, wordt eigenlijk, of gaat zeker meer betrokken worden in de energievoorziening van de omgeving waar een wagen of een bus zich bevindt. Dus slim laden en intelligent energiebeheer, die vormen samen de basis om hernieuwbare energie die wij in 2030 zullen opwekken, door zon, windenergie of biomassa, te kunnen gebruiken, efficiënt te kunnen gebruiken in die stedelijke omgeving. Ja, dus die load management wordt dus echt wel belangrijk, hè, naar de toekomst toe. Maar ik veronderstel ook dat het niet beperkt zal blijven tot die 200 e-bussen dan en die 100 of die 30.000 elektrische wagens. Ik heb het daarnet al lichtjes aangeraakt. Het gaat ook veel verder naar de toekomst toe. En dat zien we nu ook al in het beeld eigenlijk. Ja, dus als we dan verder kijken naar wat er nog op ons afkomt en wat zich nu ook schoorvoetend aandient. Elektrische trucks dienen zich ook aan en dat, zoals ik al zei, met de bestelwagens die ook geëlektrificeerd zullen worden. In 2030 zullen die ook merendeel geëlektrificeerd zijn. Dus stedelijke logistiek die gedurende de nacht zal gebeuren van depots die zich waarschijnlijk buiten de stad bevinden en die elektrisch hun goederen zullen aanvoeren. Er wordt ook gekeken naar schepen, dus scheepvaart om te elektrificeren. Vandaag de dag varen er al binnenschepen tussen, op het Albertkanaal van de Nike City bijvoorbeeld in Laakdal naar Rotterdam. Varen al schepen die containers op batterijen meenemen om aandrijving te voorzien. Die zetten die op de kade, laden de volgeladen container terug in. En dus die varen volledig elektrisch. Veerpotten zien we ook geëlektrificeerd worden. En die hebben dan echt wel een grote capaciteit. 2 tot 4 megawattuur batterijcapaciteit. Als die aan de kade liggen, kunnen die batterijen ook gebruikt worden in het elektriciteitsnet om stabiliserende diensten te leveren of om energie op te slaan om later te gebruiken. Dus wij evolueren zeker en vast tegen 2030 van een vrij statisch energielandschap zoals het vroeger was, naar een zeer dynamisch energielandschap waar alle mogelijke opslagmogelijkheden zullen geïntegreerd worden in en gebruikt worden in de energievoorziening om die hernieuwbare energie optimaal te kunnen aanwenden. Ja, dat is uiteraard heel mooie toekomstmuziek al voor 2030, maar we zien uiteraard nu al de implementatie, we zien ook nu al de integratie daarvan, we zien het op verschillende vlakken. En ja, dat brengt ons een beetje naar een volgende zin eigenlijk. Heel belangrijk misschien is om over na te denken, jullie allemaal, de toekomst komt razendsnel op ons af. Welke positie in de markt wilt u innemen? Dus als u ziet hoe snel dat EV uiteraard aan het groeien is en dergelijke, op welke positie wilt u dan innemen? Dat is misschien een vraag om of een zin om eventjes te laten bezinken en in de tussentijd laten wij u genieten van een mooi filmpje over alle ABB e-mobility oplossingen.
zien al deze oplossingen, Steven. De toekomst is echt wel heel mooi met ABB, dat is duidelijk. En mocht u als kijker nog vragen hebben over e-mobility of in contact komen met een van onze specialisten wat betreft e-mobility, dan kan dat via de informatie die u ziet verschijnen, waaronder ook Steven van Deun. Voor alle mensen die tijdens dit webinar een vraag hebben gesteld in de chatbox, indien u een antwoord reeds hebt gekregen, heel leuk uiteraard. Indien dit nog schuldig verblijft, geen paniek. Wij verzamelen dus nogmaals alle vragen in één document en binnen de 48 uur zal het document met alle vragen als ook alle antwoorden verschijnen voor jullie allen. Ook de mensen die eventueel te laat hebben ingelogd op onze webinar, geen paniek. Dit webinar blijft online beschikbaar. En dan rest mij nog, Steven, jou allereerst te bedanken voor jouw waardevolle toedracht, uiteraard, bij deze allereerste webinar van ABB, wat meteen ging over e-mobility. En uiteraard jullie ook als kijker, hartelijk dank voor onze eerste webinar bij te wonen. Ik bedank jullie dan ook in naam van ABB en ik hoop jullie uiteraard te zien op de volgende webinar.